Spoorwegmuseum in Utrecht herdenkt de treinstaking van precies 75 jaar geleden. Door die staking kon de NS geen Joden meer deporteren voor de nazi's. Het museum laat foto's, affiches en medailles uit die tijd zien. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de NS meer dan 100.000 Joden naar kamp Westerbork gereden. En daar vandaan werden ze naar concentratiekampen gebracht. De tentoonstelling in het Spoorwegmuseum blikt terug op die donkere tijd en hoopt zo dat het niet vergeten wordt. Wij vinden het heel belangrijk dat nieuwe generaties daar ook weer kennis van kunnen nemen. Van wat is er nu precies gebeurd? Maar in alle facetten, hè, dus jodendeportaties, maar ook verzet bij NS komt aan de orde. Dus allerlei perspectieven en aspecten willen we daarbij bij deze tentoonstelling behandelen. De expositie gaat overmorgen open en blijft permanent in het Spoorwegmuseum.